gestopt, maar komt terug. Met de kop! Nou, de keeper kan gewoon blijven staan. Schot komt recht op de. Wat een vaart. Hij is duidelijk niet tevreden over het schot. Mooie bal in de ruimte. Nou, hij laat zijn man lopen daar. Ja, en nu? Met die ingreep voorkomt hij zeer waarschijnlijk een doelpunt. Beetje af hoor. De paas is goed. Fantastisch uitverdedigd. Hij heeft zijn zuur. Die paas is goed. Ja! Die bal wordt onderschept. Hij kan niet verder spelen, Juri. Laten we hopen dat het alleen voor vandaag geldt, even. Het ziet eruit als een zware blessure. De coach laat een van zijn wisselspelers warm lopen. Ja, en nu? Bal komt terug. Daar komt hij. Hij scoort. Hij besloot naar de bal te duiken en in te koppen. En dat pakt heel goed uit. Mooi goal. Duikkopbal. Altijd spectaculair, even. Ongelooflijk spectaculair natuurlijk, zo'n duikkopbal. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Oh! Ja, hij gaat ervoor. Blijft gevaarlijk. Ja, de goalmaker. De bal mooi rondgespeeld, komt vlak voor het doel. Ja, dat is geweldig uitgespeeld dit. Dat is... Wat gaan ze hiermee doen? Snel teruggekaatst. Goal. Dit wordt menens. Allemachtig doelpunt. Ja, en die gaat er ook in. Op rechts loopt er iemand vrij. Nee, het idee van de paas was goed, maar er zit... Komt aan. Voorzet en dan kiest voor een volley. Het publiek was er stil van, zat met ingang. Doelpoging. Stop de bal, maar het gevaar blijft. Daar is de opening. Ja, je kunt. Dit is het. De paas wordt eruit gehaald, gevaar voorbij. Die bal gaat over de achterlijn, corner. Wat gaat dit doen met die bal? Nee, niet zo. Mooie actie stopt hier. Krijgt hij maar in? Waarom nou toch? Het lijkt erop dat de coach in deze tweede helft meer leert. Dat is uitstekend voetbal. Ze laten de bal het werk doen. En zo houden ze het tempo er lekker in. Wordt gevaarlijk. Wat gaat hij doen? Hij zit. De keeper stond er ietsje te ver voor zijn doel. Maar het was blijkbaar net genoeg om de bal te zien of ze nu kunnen counteren. Een schot van afstand. Gaat het niet redden, denk ik. Vers bloed voor de beide ploegen. Gevaarlijke aanval. Dat ziet er veelbelovend uit. Met de kop! We zien door de scheidsrechter. Wat gaat hij doen? Dat kost hem een gele kaart. En... Trap die bal recht in de muur. Kijken we naar de hoekschop. Probeerde met een kopbal. Hij zit erin. Toch nog een tegendoelpunt. Hij vindt een medespeler. Hij schiet. Die kunnen we niet tellen. Helaas geen doelpunt. Nog maar 4 minuten. Op zoek naar de opening. Wat gaat hij doen? Zelf op avontuur of geeft hij de bal af? Dit wordt spannend. Volley. En die...
Nu wordt het wel heel moeilijk om nog iets terug te doen. Ja, dat gaat denk ik niet meer lukken. Misschien kunnen we een doelpunt doen. Jansen. Er komt weer zo'n voorzet. Hij raakte met de kop. Ze werken aan een comeback, dat is duidelijk. Kijken we naar de corner. Stand van 5-2. Nou, echt spannend kon je deze wedstrijd ook niet noemen. Ze zijn geen moment in gevaar geweest. Nee, het leek allemaal wel vanzelf te gaan vandaag.